Gefeliciteerd met de 0-1 zegen op AZ. Waardoor trekken jullie vandaag de 0-1 voorsprong die jullie vlak voor rust krijgen, of eigenlijk afdwingen, over de streep? In de discipline blijven spelen. Je voor elke bal willen gooien. En gewoon voor elke bal willen gaan. Gewoon als team, als spelers. Gewoon met de manier hoe wij spelen eigenlijk 90 minuten lang volhouden. Als je over de gehele wedstrijd kijkt, zijn dit dan drie terechte punten die naar Sparta zijn gegaan vanavond? Terecht wil ik niet zeggen, want je krijgt in de tweede helft gewoon echt een paar aardige kansen, krijg je teken. Dan heb je een engeltje op de lat. En dat is lekker. Al met al denk ik in de tweede helft krijg je als ploeg zelf ook nog een paar goede kansen. Nou ja, die maak je niet af. Dan weet je gewoon dat het spannend blijft tegen een club als AZ. Maar ja, terecht, ja, weet ik niet. Daar zijn andere mensen voor. Jullie begonnen een beetje moeizaam misschien aan de wedstrijd, waarin AZ de meeste dreiging hebben jullie eigenlijk nauwelijks tot kansen komen. Kan je die moeizaam eerste 25 minuten verklaren? Nou ja, moeizaam. Je krijgt geen goal tegen, dus dat is denk ik een pluspunt. Ik denk dat we een beetje slapjes begonnen aan de wedstrijd. Met net geen kansen die ze wel niet krijgen. Dat we voornamelijk slordig waren zelf aan de bal. De kansen die hun krijgen, die krijgen hun eigenlijk door ons. Ik denk dat wij gewoon nog feller moeten zijn in de beginfase, nog beter moeten starten. En dan kunnen dit soort dingen niet gebeuren. Jullie komen dan natuurlijk wel op een gegeven moment, kan namelijk een beetje de wedstrijd worden, jullie wat dreigen. En komen jullie op een 0-1 voorsprong, dankzij een kopbal van Lauritsen. Hoe lekker is het om eigenlijk je eerste echte grote kans te benutten? Topgevoel. Dit is iets waar we ook op trainen. Super fijn dat hij op deze manier er ook in gaat. Precies, jij zei natuurlijk al, na de rust houden jullie stand met een beetje geluk, maar ook op heel veel vechtlust. Daarbij komt ook bij kijken dat jij een hele belangrijke redding hebt vlak voor tijd in de slotfase. Het is je twaalfde clean sheet. Ik denk dat het voor jou persoonlijk ook een hele mooie wedstrijd was. Ja, zeker weten. Je 12e clean sheet kunnen halen. En ik denk een onwijs groot compliment voor mezelf, maar ook voor het elftal. Dus gewoon een goed gevoel. Precies, want AZ is natuurlijk de eerste betaald voetbalclub waarmee jij in aanraking bent gekomen, waar je in de jeugd hebt gespeeld en heel lang hebt gespeeld. Hoe was het eigenlijk om tegen je oude club te spelen vandaag? Nou, ik heb het altijd speciaal als je speelt. Je hebt hier 6 hele goede jaren, mooie jaren gehad. Net niet kunnen doorbreken, wel mijn debuut kunnen en mogen maken. Maar ik denk al met al, zo'n wedstrijd is altijd belangrijk, altijd speciaal. En niet meer. Heb je nog veel bekenden gesproken voor of na de wedstrijd? Nee, die mensen die hier gewoon werken, die heb ik gesproken. Ik heb er een goede band mee gehad, goed contact mee gehad ook. En mijn ouders ook. Dus dat soort dingen, dat soort mensen vind ik altijd wel speciaal en mooi om te zien. Geniet ervan. Dankjewel.